Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. En ik heb dit keer iets heel vets voor jullie in petto. Ik heb een mailtje gekregen en daarin zaten 3 achtbanen van 1 maker. Ik ga het even voorlezen wat hij heeft geschreven. Hallo Davinci Games, ik dank je voor het bekijken van deze achtbanen. Ik moet wel even zeggen dat het wel een van mijn eerste achtbanen is in No Limits 2. Hij vertelt dus dat hij Potion Ivy heeft gemaakt. Dat is een van zijn nieuwe achtbanen die nog lange tijd niet af is, maar veel hoger niveau is. Dus als je die wilt zien, kun je dat. Oké. En hij heeft nog een familie Coaster Dark Ride. Alleen heeft hij de scenery nog niet helemaal afgemaakt. Oftewel, het dak zit er nog niet op en het gebouw nog niet. Maar we kunnen wel genieten. En laten we snel gaan beginnen met die familie Dark Ride Coaster. Daar ben ik heel benieuwd naar. Sedgert Slime, die heeft het gemaakt, de 3 achtbanen. En we beginnen dus met de familie Dark Ride. Die is nu aan het laden. En daar komt hij. Kijk, daar is hij. En dit is de complete Dark Ride. Ik ga snel in de achtbaan. Kunnen we er nog in? Kijk eens. Ik wil eigenlijk vooraan. Kan ik vooraan? Ja, we kunnen zeker weten vooraan zitten. Huppakee. We schuiven gelijk aan. En dit is dus een Dark Ride waar hij mee bezig is. Je moet dus eraan denken dat er een grote koepel in komt. Dat het volledig donker wordt. Nu zien we nog wel wat dingetjes. Maar dit ziet er wel heel vet uit al. Hij heeft ook in hier een satelliet laten hangen. Moet je kijken. Ja, dit is heel gaaf gedaan. Joh. Moet je kijken. Dus dit zal waarschijnlijk bij het decor horen. Denk ook aan de hangachtbaan dat het een soort droomvlucht idee is. Maar dan overgaat in een achtbaan. Oh, dit is heel gaaf gedaan. Voor een eerste coaster vind ik het nu al heel vet eruit zien eigenlijk. Als ik eerlijk ben hoor. Oh jee, dan gaan we harder. Wow. Oh, en die maan. Wauw, nou hij is wel al lekker wel soepel moet ik zeggen. Hè? Ik heb nog niet echt knikjes gezien in de baan. Hij gaat wel lekker. Gaan we nog een keer? Oh, ik vind dat wel mooi gedaan dit joh. Hij mag deze achtbaan zeker weten verder gaan thematiseren. Vinden jullie niet? Ik vind het zeker weten van wel. Alsjeblieft, ga het verder doen. Oh, dit is gaaf. Ga je weer langs de satelliet weer? Beetje remmen. Hij heeft een beetje Dark Ride inderdaad gedaan. Met achtbaan element erin. Wauw. Ook zal ook een hoop werk kosten. Ik weet niet hoeveel werk, maar het ziet er gewoon al heel vet uit. Krijgen we een stukje achtbaan weer. En dan gaan we weer een stukje Dark Ride krijgen. Met weer een stukje... weer een stukje satelliet erin. Moet je kijken hoe vet, joh. Maar ik vind het idee wel heel erg gaaf. Moet ik zeggen. Ook met... Moet je kijken. Een leuke lange trein erin. Nu staan we een soort van stil. Oh, dan gaan we weer. Oké. Woehoe. Ja, familie Dark Ride. Zo kun je het wel noemen op zich. Oh, we gaan door de aarde heen. Door de aarde gaan we heen. Misschien is dit nog een beetje saai dit. Maar misschien komt er nog scenery. Dat het wel een stuk vetter eruit ziet. We gaan nog enkel een ritje om de aarde heen. Oh, dit is wel echt leuk hoor. Wee! Kijk hoe vet hij hoor. Precies om de aarde heen heeft hij hem gemaakt. Oh, dit is echt heel gaaf gedaan. Ik vind de bewegingen echt super gaaf. Dat je, zeg maar, dat er ook bepaalde remstukken in zitten. En ja, je kan het nog niet totaal oordelen. Maar de layout was gaaf. En ik vond de hele idee is ook echt super netjes gedaan. Dus zeker weten, een hele toffe achtbaan van Ivy Coasters. Of Ivy Coaster komt dadelijk. Ik moet ze niet met elkaar gaan verwarren. Ik wacht even tot het uiteindelijk tot we er zijn. Ook leuk met dat trappetje erbij ook, hè. Met die lichten. Ja, ik ben echt benieuwd. Ik zou nog veel meer objecten willen zien. En ik zou deze achtbaan zeker weten af willen zien. Want de layout staat er en die is zeker weten niet slecht. Hele grote achtbaan. Ongelooflijk. We gaan naar de volgende achtbaan. En dat is Potion Ivy. Er komen wat foutmeldingen, maar dat had hij ook gezegd in de klapblokbestand. Maak, dan moet je gewoon doorheen skippen, want er zit nog geen route in de attractie, begreep ik wat hij zei. Daar gaan we, Potion Ivy. Ik ben heel benieuwd. Oh, we zien het ook volop in beeld hier, met een soort van bloemenkrans lijkt het net. Ziet wel heel gaaf uit. Dit is echt gaaf gedaan, joh. Wat aparte gethematiseerde dingen. Dat vind ik gaaf. Moet je kijken, ook hier een soort van vergroot blad of zo. Potion Ivy. Misschien is dat blad wel heel erg giftig of zo. Ik vind dit wel heel stoer gedaan. Want ik had verwacht dat we daar werden afgeschoten. Maar dit is nog gewoon het hele begin van de achtbaan. Ook een beetje een Dark Ride idee. Maar dan gewoon, oh, dolfijntjes. Oh, wat leuk. Ja, ik vind dat gewoon leuk. Oh, we gaan ook echt stel omhoog. Oh, wat. Oh, wat gaaf.
Ja, dat is echt, echt superleuk. Ik vind zo'n achtbanen wel heel bijzonder, zeg. Is dat een dark ride en nu ineens zo'n potion ivy met toch wel leuke elementen erin van bladeren en zo. Moet je kijken. Het bladeren is dan zelfs op de achtbaan hier. Apart hoor, om zoiets te doen. En dan gaan we natuurlijk de layout kijken. Want welke achtbaan van de drie wordt het beste volgens jullie en mij? Wow! Hele grote... Ja, hoe noemen ze een ding? Ik ben de naam kwijt. Excuus. Ja. Ik weet het. Hoe heet die? Hoe heet dat ding? Ik weet het niet. Shit, ik weet het niet. Nee. Springkaan? Dekspringkaan. Oh, er komt een foutmelding. Weg. Dat is een springkaan natuurlijk, volgens mij. Heb ik het goed? Ik weet het niet. En wat gebeurt hier? Oh, ik dacht we gaan niet meer verder. Wow, ja, hij gaat nog niet zo hard de achtbaan. En hier is hij apart dat hij zo schuin gaat. Misschien is dat de bedoeling geweest. En we worden nog een keer omhoog getakeld. Misschien is dat niet zo'n goed idee geweest. Maar had hij misschien een lanceerstukje erin kunnen doen. Nou, hier is nog niet gethematiseerd hier. Ik vond de bochtje wel leuk net. Nou, het voordeel is dat je wel zo boven bent. Het is wel heel snel toegetakeld op die manier. Daar gaan we weer. Houdt de achtbaan daarop? Of zie ik hem gewoon niet in beeld? Wacht even. Hallo? Ook geen ondersteuning? De achtbaan houdt op daar. Jongens. Dit. Jo. Nee! Crash. Oké, gewoon een keiharde crash. Oké. Nou, ja, hij moet nog afgebouwd worden, zie ik. Maar, ja, hij is gecrashed, achtbaan. Dit was hem. Hij is nog niet afgebouwd, maar wel een hele aparte achtbaan. Misschien dat het lanceergedeelte beter had gemoeten. En hier was hij echt heel langzaam met die block breaks. Ik zou dit stuk nog een beetje aanpassen. Ik vond dit een beetje overdreven, maar het zag wel heel gaaf uit. Oh, die slang hebben we niet eens gezien. Moet je kijken. Oh, grappig. Oh, daar ging je... Oh, daar moet je voor ontwijken natuurlijk, die beesten. En wat was hier dan, wat we moesten ontwijken? Nog nee, een boom. Oké. De laatste achtbaan van deze grote vriend gaan we doen. En dat is de Shark Drive. Ook een beetje zo'n aparte naam. De Shark Drive. En daar zitten we in de Shark Drive. Een hele blauwe achtbaan. Leuk thema. Wauw. Ik vind het wel heel leuk gedaan, hoor, deze achtbanen. Hij heeft wel echt werk ervan gemaakt. En wauw. Lekker station zo, je gaat over het water heen. Een lanceerachtbaan lijkt mij. Oh, dat ziet er echt gigantisch gaaf uit. En we zien ook een hele grote haaienkop, geloof ik. Oh shit, hé. Dit is echt heel erg vet. Zeker weten. Wow. Zo, het lijkt me eng, joh. Kijk hoe hoog. Over de haai heen. Wow, dit is toch niet normaal. Kijk hoe hoog we zitten. Oh my god. Wow. Wow, shit. Dit is echt heel gaaf. Kijk dan. Zo. Kleren. Wat rem heeft hij gedaan? Oh, het einde is dan, ja. Misschien had je dat anders moeten doen, denk ik. Wel gaaf om zo het einde te doen op zich. Wel origineel. Alleen misschien had je hem. Ja, op zich kan het wel. Ja, het is niet echt een probleem of zo. Het heeft ook wel lekker vaartjes af en toe. Oh, lekker dit. Je lekker zo vloeiend aankomt. En deurtjes gedaan. Mensen, ik ben zeker weten onder indruk van dit. Dit is echt ongelofelijk. Ik ga nog even een ritje meedoen, want dit is echt schitterende achtbaan dit. Kijk, dan gaat hij, hup, naar het lanceren. Naar het lanceren. Gaat hij omhoog. Dan maakt hij echt een ontzettend mooie draai. Kijk dan, jongens. En dan gaat hij keihard naar beneden. Ja, keihard. Maar dan gaat hij in die grote looping natuurlijk. Kijk er jongens, dit is echt ongelooflijk. Je staat zo wat stil bovenaan. En dan is het natuurlijk rechtstreeks
in het gat van de haai. Waar die uitkomt daar. En dat is ook echt bizar. Dit moet je kijken, jongens. Oh. Ja, dit is gaaf. De bocht, ja, de bocht. Het is wel leuk dat je op zich zo het einde hebt. Het water. Wauw, en die haai ook hier. Moet je kijken. Met een oogje erin, zie je het? Oogje hier zo. Ik vond dit wel echt de vetste achtbaan van die drie. Op de tweede plek kwam die Dark Ride Coaster. Maar ik vond die tweede ook super vet. Maar die Dark Ride, ik denk dat dat wel echt super vet wordt als hij die afbouwt. Ik zou zeggen, heb je een achtbaan? Stuur hem op. Ik ga hem zeker weten spelen. En dit was zeker weten heel erg bijzonder. Dus bedankt voor je inzending. En ik hoop dat jullie ook in de comments gaan zetten welke achtbaan je het leukst vond. Vergeet geen like te geven voor deze gozer. Want hij heeft echt fantastisch drie achtbanen neergezet. Die jullie ook konden bewonderen. Die ik ook kon bewonderen. Wij allemaal eigenlijk. En vergeet niet te abonneren in het midden van het scherm. Dus ik zie je volgende keer terug met nieuwe No Limits. Doei!